Goedemorgen, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza van zaterdag 22 september. Er is vandaag vrij veel bewolking, maar ook af en toe zon. Vanochtend vallen er vooral in het noorden nog enkele buien. En er staat een matige tot aan zeekrachtige westenwind. De temperatuur ligt rond 14 graden. Vanmiddag draait de wind naar het zuidwesten en neemt geleidelijk af naar zwak tot matig. Het wordt 15 tot 17 graden. Vanuit het zuiden neemt de bewolking wel toe en er kan dan ook wat regen vallen. Vanavond en vannacht komt er steeds meer bewolking en geleidelijk ook regen. De minima liggen vannacht tussen 8 en 12 graden. Morgen valt er dan enige tijd regen en vooral in het zuiden kan er veel vallen, lokaal wel meer dan 40 mm. Het wordt 12 tot 14 graden en voelt vrij kil aan. De wind draait naar het noordwesten en neemt 's middags vooral langs de kust toe naar matig tot hard met soms zware windstoten. Maandag vallen er ook nog buien en er staat dan nog steeds een stevige wind, al neemt die in de loop van de dag wel af. Vanaf dinsdag wordt het rustiger weer. We zien de zon dan vaker en het blijft droog. De temperaturen gaan geleidelijk ook weer wat omhoog. Ik ben Hanneke Luiting van Weerplaza.